Welkom bij Medical Travel, het programma dat informeert over de medische wereld in binnen- en buitenland. Stel je bent zwanger, dat wil je natuurlijk met iedereen delen en aan iedereen laten zien. Nou, hoe kan dat makkelijker dan tegenwoordig in een app? We volgen dan ook een zwangere vrouw die ons laat zien hoe dit werkt bij Bureau Medische Automatisering. BMA is een softwarebedrijf en wij maken software voor de verloskunde. We zien ontwikkelingen dat er veel nauwer wordt samengewerkt tussen verloskundige praktijken enerzijds en ziekenhuizen anderzijds. En die verdergaande samenwerking die stelt ook hele nieuwe eisen aan de dossiervoering. Een verloskundige begeleidt zwangeren bij zwangerschap, bevalling en kraambed. Gynaecologen hebben veel contact mee, kraamzorg, consultatiebureau. Belangrijke informatie gaat via de papieren route. Als ik informatie ontvang van de verloskundige, dan wordt het vaak op papier doorgegeven. Dus het is een overdrachtsmoment. Het hangt er een beetje van af wat de setting is. Als het een spoedsituatie is, is het vaak zo dat zij me belt. En vervolgens geeft ze vaak ook de zwangere kaart mee, uitgedraaid, waar die informatie op staat en het actuele probleem. Dus dan heb ik het telefonisch en schriftelijk meegekregen. Dat is lastig, dan moet de gynaecoloog weer bellen, dan moet ik mijn papieren weer faxen of mailen via een niet beveiligde route. Daar heeft BMA een programma voor ontwikkeld, een platform. Dat heet het Verloskundig Samenwerkingsplatform. En dat platform maakt het mogelijk dat alle verloskundige zorgverleners binnen een samenwerkingsverband kunnen aansluiten op de platform en op die manier hun informatie kunnen delen. Ja, het mooie daarvan is dat ik dus mijn gegevens kan zien en de gegevens die de gynaecoloog heeft toegevoegd. Dus we kunnen in elkaars systeem kijken. Wat belangrijk is, is de informatieoverdracht tussen beiden. Dat als je een patiënt of een zwangere ziet van de een of andersom, dan is je overdrachtsmoment en in ieder geval het beschikbaar hebben van alle informatie over die zwangere, is essentieel onderdeel. Een belangrijk uitgangspunt bij het functioneren van het platform, bij het gebruik maken van het platform is dat er allereerst een behandelrelatie is en doordat er veel nauwer wordt samengewerkt, zal er ook veel meer overleg plaatsvinden. Als dat digitaal mogelijk is, waarbij ik op ieder moment van een zwangere de informatie kan inzien zoals die bekend is tot op dat moment bij de verloskundige, dan is dat absoluut een toegevoegde waarde. Als ik dus iemand voor consult stuur, heeft de gynaecoloog gelijk mijn gegevens, maar ik kan ook zien wat zijn bevindingen zijn. En die kan ik ook terugzien in mijn systeem. Wij hebben heel veel contacten met de samenwerkingsverbanden. We spreken ook heel veel verloskundigen en gynaecologen. En uit de reacties die men geeft, maken wij op dat er heel veel behoefte aan is. Ik kan ieder moment inzien, als er een probleem speelt, kan ik inzien wat er tot dat moment bekend is over die zwangere. Dat is echt het belangrijkste, dat de gynaecoloog op moment van verwijzing ook direct alle gegevens voor zich ziet. In de App Store heb ik de My Baby To Be app gedownload en nu kan ik daar alle foto's en alle beelden op terugzien. We hebben een app ontwikkeld die heet My Baby To Be en dat is een app die het mogelijk maakt dat de zwangere de echobeelden, dus de echo, de plaatjes van de echo die in het ziekenhuis worden gemaakt, die kan ze ontvangen op haar smartphone. De beelden worden door de echoscopist doorgestuurd naar mijn telefoon. En zometeen kan ik ze dan meteen bekijken. Hier, dit zijn de foto's die we net gemaakt hebben om door te sturen. Nou, dan selecteer ik alle foto's en dan vul ik haar 06-nummer in. Nou, ze zijn doorgestuurd, dus als het goed is heb je ze nu binnengekregen. Nou, wat je kunt met de app, kijk, onze taak is alleen maar het overzenden van de beelden, dus de foto's die we overzenden. Wat de zwangere zelf kan doen met de app is andere gegevens bijhouden. Ze kan de hartslag opnemen, ze kan dingen opschrijven van nou, zo, ik ben nu zoveel weken. Ze kan een soort dagboek in bijhouden, waardoor je eigenlijk door die hele zwangerschap gecombineerd met de echoplaatjes dat allemaal kunt vastleggen. Als hij straks 18 is, kan hij de app nog steeds terugzien en zien hoe klein hij is geweest.